Een binnengekomen bericht uit de dartwereld. Onlangs vond in Zwamen het darttoernooi op een Zwalmen plaats. Een sterk deelnemersveld noemt het hier in koppels tegen elkaar op. En uiteindelijk gingen Sjaak Proosten en Rick Oudekerke er met de titel vandoor in het koppeltoernooi. In de finale versloegen ze Jerry Hendricks en Pedro Heijnen. Een prima prestatie dus voor Proosten en Oudekerke. De laatste, Rick Oudekerke, is lid van de organiserende dartclub het Klumke Noet Zwamen. En een verwinning dus in eigen hoes. En dat tegen Jerry Hendricks uit Venlo, toch geen onbekenden in de dartwereld. De Open Zwalmen 2017 A-ronde werden gewonnen door Kai Schmeets uit Rumen. In de finale versloeg hij David Frenke met 5-1. De B-ronde werden gewonnen door Murray Franks. In de finale versloeg hij Leon Reinders met 3-1. Met dank aan fotograaf Jan Joosten voor het aanleveren van de beelden. Heb je ook sportbeelden van een wedstrijd bij u uit de buurt? Stuur deze dan op naar info@tvlf.nl.